Het is vandaag de dag tegen de online criminaliteit en daarom heeft de politie Oost-Nederland een groot aantal activiteiten op touw gezet. Doel is om vooral jongeren te informeren over de gevaren van het wereldwijde web. En hoe kun je deze doelgroep nu beter aanspreken dan door met ze te gaan gamen? Ja, we hebben de jongeren uitgenodigd om te komen gamen met de politie. En we proberen op die manier een beetje laagdrempelig om in contact te komen met de jeugd. Ja, er is vandaag een hele grote actiedag. Echt niet vandaag heet die. En dat is in heel Oost-Nederland. En daar proberen we echt aandacht te creëren voor digitale criminaliteit en cybercrime. Dus ook voor de jeugd. Gevaar voor cybercriminaliteit begint al op vroege leeftijden. De politie vindt het dan ook belangrijk jongeren op deze leeftijd al te informeren. Ja, het is super belangrijk, specifiek voor jongeren, ook voor ouderen. Maar specifiek, wij richten hier nu op de jongeren. Is dat we toch zien dat jongeren heel snel worden in aanraking komen met cybercrime. Omdat ze misschien even toch even wat extra snel wat geld willen verdienen op een andere manier. Of ze zijn heel goed met computers. En we proberen toch jongeren dan bewust te maken van als je dat pad kiest, dan kies je toch gewoon voor een slecht pad. En daar kom je later niet zo makkelijk meer uit. Dus we proberen ze van tevoren heel snel te waarschuwen en op deze manier een beetje bewust te maken. Ja, niet altijd is bijvoorbeeld de risico's even inzichtelijk bij de jeugd. En soms zien ze de gevaren er niet van. En dan is het goed om even het gesprek aan te gaan van hoe zou je met bepaalde situaties omgaan? En waar moet je op letten? Ja, kijk, het is echt aan het stijgen, de cijfers van cybercrime en digitale criminaliteit. En daardoor is het ook belangrijk dat we daar genoeg aandacht aan geven. Repareren is vaak wat lastiger, dus voor zijn is altijd beter. Dus op die manier proberen we in ieder geval de juiste handvatten te geven aan de jeugd om zich te weren tegen eventuele cybercrime. Om dichter bij de jongeren te komen wordt dus iets gebruikt wat populair is bij de doelgroep. Het is natuurlijk superleuk om bij de brug te komen. Kan je zelf ook een beetje in de zweet werken. Net even een half uurtje gegamed en ik zweet me al kapot. Maar leuk om te doen, dus ik denk dat de kinderen het ook leuk vinden. Ja, gamen is natuurlijk de doelgroep jongeren, die vinden dat superleuk. Op die manier kom je ze in aanraking met ze. Je ziet hoe druk het hier nu is. Dus op die manier haal je de kinderen naar je toe. Kun je ze op een lage drempel gewoon met ze praten. En dat trekt ons aan, en de kinderen ook. Ja, het is natuurlijk altijd goed om dichter bij de burger te komen. Zelf, ik hou ook wel van gamen, dus dat past helemaal perfect samen. En de jeugd is ook gewoon een voorstander van het gamen vooral. Dus dan is dat een goede combinatie, denk ik, om op deze manier in gesprek te gaan met jeugd.